Hallo Black Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Doom 3. Yay. Gaat dat niet echt goed volgens mij met de jonge man daar? Hi. Nee, ik help jou niet. Ah, deze meneer is dood. What the fuck doe jij er onderweg te kruipen, jongen, bitch? Oh, opeens viel er van alles neer. Nog meer laai? Of is het relatief veilig? Oeh, ik heb niet zo heel veel AP meer trouwens. Ah wacht, het is die jongen zijn office, ja. Hi! Oké, mooi, we hebben onze dingen weer terug. We kunnen best veel openen volgens mij. Kijk, nou heb ik een SMG. Mooi, mooi, mooi. Zie je, als je maar iets verder kijkt, dan komt alles goed. Maintenance is gelokt, daar was die deur daar links volgens mij. Ja, hier is dat niet hoor. Wat dood? Dank u. Oké, dan gaan we ons nog even treaten. Om onze AP's weer naar beneden gaan. Oh, fuck. Oh, jullie spawnen zoveel, hè. We hebben nou sowieso al 15 vermoord of zo. Staff, dank u. Dit is een SMG of some sort, zeg maar. Tenminste, dat moet ik een beetje voorstellen. Fijn dat jij ook uit de fucking... Ik zei het toch, liften zijn nooit veilig, of wat het ook is eigenlijk. Die dingen zijn nooit fucking veilig. Dan word je altijd geraped. Je wordt overal geraped, gewoon. Doom 3 is gewoon de rape edition, dit ofzo. Alright, moet naar commandments is... Moet ik terug naar de command center. Hey, you. Up here. Quickly. Hey, die jongen, hè, die helpt ons. Dat is heel lief en die wordt nog geraped. I was the only one still alive. I can't believe I found you. Something happened. I don't know what. It was like a shockwave. The entire base. People started changing. Oftewel, de hele base is compromised. And infected. I don't know how I survived. Go for help. Please. No way. I'm staying up here. It's the only safe place. Any me? You can't get me down. I'm staying here. Okay, do we? Be careful. I don't know what's in there. Oh, echt, zo gauw als je armor ziet, hè. Oh. Valt mee. Je weet wat ik heb gezegd. En helemaal fucking hier. Vertrouw niks, we donderen naar beneden, denk ik. Oh, valt me. Kijk, en alsnog was er nog weer... Achter dat ding... Was er nog een deur... Waar die dude uit kon komen. Nou, gefucking wel, of niet dan? Hoe krijgen ze het voor elkaar af en toe? Dus dat gewoon... Apart. Maar eens even kijken. Dit is denk ik dicht, dan moeten we security access hebben. Ja. Uh-oh. Oké, dat kan niet meer als ik erheen wil. Als ik dat zo hoor. We moeten een ACO key hebben. Ik
Geen idee wat een aankoop hier. Hi. Iedereen is hier dood. Kijk, daar waren we. Daar hebben we onze dingen gekregen. Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp. We worden aan twee kanten geraved. Oh, val me mee eigenlijk. Ik had echt verwacht dat we aan twee kanten zouden worden geraped hier. Oh, sentry bot. Lief. Kijk, de spinnetje is heel lief. Spinnetje vech, oh. Alle belichting gaat. Fijn dat er ook nog een naar onze rear komt. Want dan verwacht je niet, je bent al zo druk met de rest. En dan komt er ook nog een in je rug. Het is slim. Het was echt slim. Deze game is scarier dan de meeste games. Maar, toch. Oh. Ik weet niet of ik hier nou echt zo snel graag heen wil, maar... Ik weet ook niet of we de andere kant misschien op willen, maar... Mispush. Mispush. Ik denk dat het advies van don't let anyone in this room iets te laat kwam. Die jongen. Denk ik. Ik heb zo'n klein vermoeden. Ah ja, we hebben nieuwe dingen op onze PDA. Vandaar dat het PDA icoontje af en toe knippert. Military. Wat over het algemeen inhoudt dat hier ergens wapens zijn. Wat ook inhoudt dat wij worden gebuttfucked. Ah, wacht. Hier is een... Valuable information. Maintenance update. This is Mark Stanton, manifest controller currently stationed at Mars City. Mm-hmm. I'm not sure who to send this to, so I decided to send it to quite a few people. If you're on the recipient list, please take a moment to review this report. Nou, dan gaat het komen. I'm very concerned over the shipping procedures out here. I am the manifest controller, and as such, I need to be informed of everything coming in and out of Mars City. The valuable information. Someone here is subverting my position and preventing me from getting data on things being shipped. This is unacceptable. Not only could this reflect poorly. Ik denk niet dat dit ons de code geeft. This is my job, and I'm tired of being out of the loop. I have no idea who keeps telling the shipping crews to allow things in and out without allowing me to produce or procure the manifest. But whoever it is, it must stop. One of the dock workers actually told me to piss off when I tried to stop one of the last containers from going straight to Delta. I immediately filed a report and will follow up with the transit manager next time I see him. End of log. Oh, dat was het dan al. Welke hebben we dan opgepakt? Currently stationed at Mars City. I've just left the weekly status meeting here in medical. The most prominent topic was the vast number of psychological issues we are seeing as of late. The number of reports indicates that 10% of the overall base personnel have shown symptoms. As many people cannot come in for this thing, the affected personnel can truly be in the 30 to 40% range. It has even manifested itself here in medical. Several nurses and a couple of good doctors out for surprise, a motherfucker! Okay, missing me. A dolt? Dr. Casey now. Alright, nou dat schiet op. We komen. Who the fuck? Hij zegt valuable information, maar. Welke van al die fucking kut dingen heeft hij dan? Want. Die is oud, dacht ik. Die ook.
dat was het hem niet, dus dan is het alleen maar patient attack, denk ik. Dr. Markasian, 1547, patient Jonathan Wills, was admitted after complaining of insomnia and nausea. Wat de fuck doet dit ding eigenlijk? Mr. Wills was calm and exhibited no signs of. Wat doen al die dingen eigenlijk? However, by the time I reached him at 10 after 4, his personality had changed dramatically. When I entered the room, Mr. Wills lunged at me with a scalpel he apparently stole from a supply drawer. Dat klinkt echt zag. Even zijn betaal. Orderly, he managed to subdue and sedate him without injury. Mr. Wills was heavily medicated and could not be diagnosed, but in the 20 minutes he was left unattended, he managed to carve 3 symbols in his arm and cut his own tongue into die symbolen. 2 halves. Thank you. I can only guess at the cause of his problems. I hope that additional psychiatrists arrive soon. In the meantime, in response to this assault, all medical supplies and armaments will be locked in a secure hospital cabinet with the code 347. Dank u. Kijk, medical supplies. Woep woep. Eindelijk, hè. Dat, ik weet het, dat duurde heel lang voordat ik daar pas achter die code kwam. Maar zo ging dat gewoon. En je moet ook gewoon wachten. Anders kom je niet echt in de fucking code. Helaas. Maar we hebben armor. We hebben alles weer voor elkaar. Oh, kijk. Een burning zombie. Juist. Ah, die shotgun is trouwens wel leuk spelen. Kijk, maar dat er vuur is, wil niet zeggen dat je er niet door kunt lopen. Je kunt er alsnog wel doorlopen. Maar we gaan even naar de infirmary. Ik ren vrij weinig in de game trouwens, moet ik zeggen. Dat merk ik zelf ook. Dat ik dat vrij weinig doe. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar... oh, gezellig. Oké, dat is dicht. Hier is zo'n beetje iedereen dood. Connection established. Marine. Waar is Spiderbot? All passages out of the Delta complex have been blocked. I'm setting up a command post here. I can monitor status reports of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other Marine teams. Okay. It's your mission to link up with Bravo team and get that transmission sent. Head toward Alpha Labs. It's the fastest way to find them. I'll update your PDA security clearance from here. Mooi. Good job. We krijgen een beter security clearance. Yay. Wat inhoudt dat we meer deuren kunnen openen. In Alpha Labs. Go through administration for entry into the Alpha Lab sector. Kijk, dat was die Billy Dinges. Daar waren we net. Dit is combat prep, bitch. Wat inhoudt dat hier guns liggen normaal. Oh, for fuck's sakes. Wacht, misschien had die Billy Huppelpuppel dat. Audio report confirming troop deployments for the Mars City Marine Facility, October 30th, 2145. Soms staat trouwens ook een dummer gewoon ergens, I've started a series of training exercises, focusing on close quarter small weapons combat, as well as instituting mandatory refresher courses on all munitions and weapons in our armory. In response to the large number of security breaches and general feelings of ill will around the base, I've doubled security details, placing 2 Marines at each checkpoint. This additional presence should help calm things down. I expect that the incoming Marines are not quite as green as the last deployment. They've turned out okay, but some combat experience will go a long way right now. Hey, Coda. Sergeant Tyson, out. Nee, Coda. Audio report on troop morale. Morale here is beginning to drop. Ik moet die Coda. Nothing to worry about yet since I keep my Marines sharp and ready to go. But events at the base are wearing on the troops. There have been a lot of things happening here on the base. I believe the UAC experiments being performed here must be the cause. Yep, dat heb je helemaal goed. They could be experimenting on God knows what. Inderdaad. Waarom? Want het is op Mars, dus wat boeit het? It's the civilian population I am referring to. Bottom line, whatever it is they have going on here has my men on a razor's edge. At this point, there is no cause for alarm,
but I am requesting we rotate squads every 90 days instead of every 180. I will continue to report as the situation develops. It is good we have the new Marines en route. Fresh faces will help. Sergeant Tyson. Oh, for fuck's sake, ik moet de code hebben voor een wapen. Ook al is het trouwens hetzelfde wapen, maar dat is verschijnt irritant. Je wacht echt fucking lang op een kutcode en die is er dan niet. Waarom gaat die fucking deur niet open? Oh ja, we moeten terug, we moeten via de office building. Denk ik. Ja, zie je, hier is ook nog iemand. Hoi! Hi! Hi! Ha, in de tijd dat je nog moest streven. Dat was zo leuk. En dat zag je mij dus nu net ook doen. Waar de fuck komt die gast vandaan? Ah, die staat erachter. Maar dat zag je mij dus net ook doen. Streven en dan killen zomaar. Dat is de manier om het te doen over het algemeen. Vooral in deze type games, daar kon je nog echt streven. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Niet zo heel gauw meer, tenminste. Marine, if you run across any operational sentry bots, use them. Those guys pack a lot of firepower. I know. Ik weet dat ze dat doen. Ik heb het gezien. Die schoten mooi alles aan God. Hé, kijk, de restrooms. Kijk, dat zijn wij. Oh no! Dat was creepy. Mispoes. Vooral met deze dude, met zijn vuurbollen, is dat het makkelijk om te streven. Mads. Leuk hè, in de spiegel kijken. Dat is wel mooi, want heel veel mensen doen het wel. Heel veel mensen willen altijd weten of er reflectie in de game zit, zeg maar, qua spiegel of wat dan ook. En dan word je eens. Zelfs daarmee probeer je nog te laten schrikken. Dat is toch mooi. Zo mooi. Hey, lieve sentry bot. Maar ik wil daar niet heen. Wat als ik even deze kant op wil, sentry? Om hier even rond te kijken. Daar waren we zo net, volgens mij. Ja, daar zijn we een keer geweest, laat zo zeggen. Oh, hier kunnen we nog steeds niet in. Oh jawel, kunnen we wel in. Marine, you gotta get the Bravo team quickly. They need all the firepower they can get. Ja ja. Sending that transmission. Ben onderweg. Kalm. Alles komt goed, ik ben onderweg. Met onze lieve Spiderbot. Ook al is het een sentrybot, maar Spiderbot klinkt leuker. We gaan even mijn pistol power, denk ik. Niet mijn sentry dingen killen, ga. De open. Ah, staat er nog iemand aan? Ah, we moeten Duncan Matthews hebben. Trouwens, als we Duncan Matthews vinden, dan kunnen we verder. Oh. Hey, laat die barrel maar terug, jongen. Zag ik, hoorde opeens iets achter mij, game, en ik zag de deur open gaan.
Ah, hij gaat op pauze. Dat mag niet, jij moet helpen. Oh, dit is echt een plek waar je niet wil zijn, hè. Maar verder is er niks, dus we moeten daar wat door. Nee. Het valt me mee. We hadden echt hard gebutfuck kunnen worden in dat ding. Echt heel hard. Access granted. Yay, we hebben hier ook alles weg wat we konden pakken. Voor de rest is hier ook gewoon helemaal niks. En ik vraag me dus ook af waar de fuck ik heen moet. Moeten we deze kant dan nu op? Nee. Waar de fuck moet ik heen? Ik ben heel even de weg kwijt. Monorail station. Nee, ook niet. Wat staat hier? Go through administration. Ik zou toch denken dat het bij die spiderbot moet zijn dan. Maar ik zie daar nog geen deur. Daarboven misschien, maar volgens mij ook niet. Nee, zie. Daarboven ook niet. Oh, wacht hier. Ha! Left. Ja, vuile left. Mij zo laten ronddwalen. Left. Snitlift. Stoute lift. Oh, wat een welkom. Oh, wacht, er leeft nog iemand. Wauw, die mensen leven nog. Boe, boe. Doctor, the UAC is taking over this operation. Operation? Is that what you're calling it? The situation is out of control. It's not out of control, Swan. You are. I'll manage this, and you and your flunky will be taking control of nothing. Do you understand? Yes, Petruga. I think I do understand. Oh, what the fuck is dat? Okay, het is groen. Waarschijnlijk de bioweapon. Ik denk de big fucking gun. Tenminste, dat gok ik dan toch. Terminal 3, waar stond er nou? Area secured for terminal 3 in data library. Dus we moeten naar de data library toe. Om access te verkrijgen tot daar waar we heen willen. Nee, ik hoorde hem al ademen. Dat is wel chill. Meestal hoor je Dragon Ball Z vuurmonster. Hoor je wel ademen. Ik vraag me af wat ik hoor tikken om eerlijk te zijn, maar... Wacht, we hebben een video gekregen, toch? Wat is die video dan? Ah, daar, kijk, we hebben ook e-mails. Dus dat hadden we ook, daar kom ik nu pas achter, goed bezig. Videodesks en inventory hebben we ook natuurlijk. Onze gun, pistol, shotgun, machine gun. We hebben ook een videodesk. Ach, kijk zo mooi.
Welcome to the Alpha Lab. Oh, the Alpha Lab, for leave. Designated Phase 1 by the Union Aerospace Off-World Research Division. The Alpha Labs began in 2041, ja. And became fully operational July 17th, 2130. Oh nee, 21.041 is het zelfs. Het is begonnen in 2059. En ze zijn gestopt in 2140. Of zoiets. Het zal wel. Geweldige video. Fantastisch. Wat zegt hij? Een PDA. Alan Dorweiler. Waarschijnlijk dus ook met een fucking code. Nee, misschien dan een. With continued investment and hard work, the Union Aerospace Corporation strives for excellence and is committed to building a better tomorrow. 586. Bam. Oeh, grenade. Yay, granada. Woep woep. Granada's zijn heel mooi. Maar wij gaan verder in de volgende part. Ik hoop dat je nog een hele vette game vindt. Als je het leuk vond, geef een dikke thumbs up. Deel met je vrienden en zet hem in je favorieten. En dan zie ik weer in de volgende video. Laters.